Glenn heeft een tiener tegenover zich en nu achter zich. Wat een heerlijke panna deluxe. En nog eentje voorbij. Functioneel dit dus. Dan een steekpas. Die is ook perfect. Maar helaas, buitenspel. Roy de coach neemt de strafschop. En mist ook deze pingel. Een beetje. Boel. Heb je gehoord wie de man of the match is? Nee, wie is dat? Roy. Glenn laat in de rust zien hoe het wel moet. Let dan op Glenn. Hier is hij. Met deze fantastische actie. Ja, hij is in topvorm hoor. Glenn wordt aangespeeld en weer dolt hij zijn tegenstander die zijn zoon zou kunnen zijn qua leeftijd. Wat is die Glenn nog goed en fit. Daar gaat hij en helaas, daar stopt het. Ik sta gewoon met eentje. Nou, ik sta met al mijn vrienden hier. Hier is Rutger, daar is Glenn, Glenn Helder en met zijn rechter raak zijn 28ste voor de creators. En daarmee staat hij derde op de topscorerslijst. Glenn Helder is de naam. Glenn wordt ingespeeld en die maakt gehakt van zijn tegenstanders vandaag, zeg. Maar ik vraag aan de tegenstander, hoe oud ben je dan? 19. Ik sta gewoon met mijn 56 eentje tegen 19. Maar het waren leuke jongens en leuke dames. Dus ja, was leuk voetbal. Was leuk echt, daar gaat het om. Leuke sfeer en dan straalt ook af op de kinderen en zo. Kijk de kinderen hoe blij ze ook allemaal nu zijn. Ja, daar doe ik het in ieder geval voor. Kijkt. Crosspaas op Glenn Helder, ex-Arsenal, ex-Nederlands elftal. En wat een aanname zeg. En wat een geweldige actie weer. Een panna de superluxe van de 56-jarige Glenn Helder. En ook de steekpaas is weer geweldig. En de afronding, die is een beetje jammer. Geen slagroom op de koffie. Daar zat een paar aardige acties in, hè?